huidige onderwijs is er nog weinig verbinding met de fruitteelt. Hiervoor heb ik ervoor gekozen om thuis te gaan werken. Dit vind ik heel jammer, want er valt nog veel te leren en in te verdiepen. Hierdoor heb ik nog geen goede opleiding kunnen vinden. Nou, we staan hier op de sorteerlijn bij ons bedrijf. Zoals je ziet staat hij nu al stil. Wie weet in de toekomst dat hij stil moet blijven staan. Omdat er geen goed opgeleide mensen zijn die verder kunnen met onze sortering. En als we een bedrijf voort moeten zetten, wat we nu met 4 man doen. En we gaan straks met z'n 2 verder. Wie gaat de rest doen? Dus dan zal er een tak van het bedrijf of vervallen. Of iemand anders moet het overnemen die daarvoor opgeleid is. We zijn hier in het afvalpakstation van Fruitmasters. En zoals je ziet heb ik achter mij hele mooie robot staan. De smartpacker. Voorheen stonden hier machines met allemaal mensen eraan. Maar deze machine vervangt inmiddels onze mensen. Daarvoor hebben we wel een ander soort medewerkers nodig. Namelijk technisch sportpersoneel. Maar ja, waar vind je die mensen? En als we die mensen nou niet gaan vinden, of niet zelf kunnen gaan opleiden, want dat is natuurlijk ook een hele goede oplossing, dan hebben we dadelijk hele mooie machines, die staan hartstikke stil. Dat is een zonde. En dat het maar zeer de vraag is of dat we de mensen in de toekomst goed geschoold kunnen krijgen om ook de uitdaging van het fruitbedrijfsleven voor de komende periode aan te gaan. En dat vond ik een beetje een schokkende ervaring, moet ik eerlijk zeggen. Want als we bedenken dat de gemeente West-Betuwe zich wil profileren als de fruitgemeente van Nederland, dan leidde dat bij mij in ieder geval tot het gevoel van nou, dan moet hier wel iets gebeuren. Ik zou bijna zeggen, als je het echt misschien helemaal afpelt, alle hens aan dek. Want wat is er nodig om de fruitsector qua betekenis op het goede niveau te hebben en te houden, ook voor de komende periode. En we weten voor welke uitdagingen men in de bedrijven staat. We weten wat het probleem is in het onderwijs. En we weten welk belang de gemeente heeft. Nou, is het dan niet een prachtige aanleiding om als overheid, bedrijfsleven, bedrijfsleven wat betreft de fruitteeltsector en het onderwijs de handen ineen te slaan en om gezamenlijk aan te pakken. De Fruittech Campus is een uniek project in de regio Rivierenland in Fruitdelta. Het is een project waarin we zeg maar, de teelt van fruit combineren in combinatie met onderwijs en innovatie. Waarbij we studenten van de regio uitdagen om te komen werken in het mooiste vak in Gelderland, de fruitteelt. De stagiaires voeren alle voorkomende werkzaamheden uit. Ze zijn bijvoorbeeld niet alleen maar aan het plukken. Dat zijn onder andere de werkzaamheden planten, planning maken, voorbereidingen op teelt, bakken vullen, potten voorbereiden in de tunnel zetten, potten uit de tunnel rijden, planten verenkelen, folie op de overkapingen doen. We staan hier nou in de kaas met aardbeien, maar we hebben ook buiten onder fruit dat onder overkapingen hebben we frambozen en rode bessen. Dus alle voorkomende werkzaamheden worden zoveel mogelijk betrokken bij alle werkzaamheden. En het is heel wisselend, dit bedrijf. Het is een klein bedrijf met heel veel verschillende werkzaamheden. Dus aantrekkelijk voor studenten om hier zo stage te willen lopen. Wat dus het belangrijkste is, vind ik zelf, dat als je als teler, dat je moet weten welke invloeden en inputs je moet geven
om een product te laten groeien. Innovation Hub is het initiatief wat we genomen hebben binnen de Fruittech Campus om een nieuwe schooltuin te bouwen waarin innovatie en educatie bij elkaar komen. En na 4 hectare zal deze schooltuin het komende jaar gaan verrijzen met de nieuwste technologie en mogelijkheden om weer eens heel erg gezellig te studeren. Het draait uiteindelijk altijd om fruit, technologie en data.